Het wielrenseizoen is nog pril en begint eigenlijk echt komend weekend. Een van de deelnemende wielrenteams is Team Sunweb, gevestigd op het bedrijvenpark A1 in Deventer. En wij gingen langs om een kijkje te nemen in de keuken. Waarom is er voor Deventer gekozen als thuisbasis? Deventer is voor ons een hele makkelijke uitvalslocatie voor alle reizen die we binnen Europa maken. Je zit hier zo op de snelweg, je bent hier zo makkelijke plek gewoon om vanaf vandaan te reizen naar de koersen. Tegelijkertijd ook dichtbij een aantal grote airports, dus qua logistiek is Deventer gewoon een hele handige keuze voor ons. Tot vorig jaar was Team Sunweb nog elders gevestigd in Deventer. Maar die locatie voldeed niet meer aan de wensen en daarom werd er verhuisd naar een gloednieuw pand. Volgens Beckhuis een hele verbetering, omdat de nieuwe locatie ruimer is, waardoor er meer mogelijkheden zijn. Sowieso hebben we natuurlijk helemaal een nieuw pand. Dus een nieuw pand is alles nieuw. Alles werkt gewoon een stuk efficiënter. Het is, wat zei, veel groter. We hebben veel meer opslagruimte. Dus als er iets binnenkomt, kunnen we het gewoon wegzetten. Alles is nieuw, dus beter. We hebben eigenlijk een kantoorgedeelte. Daar zijn gewoon veel personeelsleden aan het werk voor de ploeg. Dus op zijn of haar eigen manier dragen ze een steentje bij aan de ploeg. Het boeken van vluchten, hotels, bezig zijn met de performanceplannen, nutritionplannen maken, commerce, communicatie. Dus zeg maar onze headquarters personeel is hier gewoon hard aan het werk. En tegelijkertijd hebben we naast het kantoor ook een groot warehouse, ons servicekoers hier aanwezig, waar eigenlijk de opslag is van al onze materialen. Hier komen de vrachtwagens, worden hier ingepakt, vertrekken vanuit hier naar de koersen. Hier worden de fietsen gebouwd en we hebben een gedeelte experience. En dat is een gedeelte eigenlijk waar fans en geïnteresseerde mensen langs kunnen komen om ook een kijkje achter de schermen te nemen bij onze ploeg. Ook is het tegelijkertijd een mooie kans voor onze partners om ook hier hun klanten, relaties, personeel te ontvangen om presentatie te geven, meetings te houden. De renners zitten veelal in het buitenland om te trainen of te koersen. Maar al het materiaal, groot of klein, wordt aangeleverd vanuit Deventer. Het begint echt vanaf het eerste onderdeeltje wat binnenkomt. Dus een wiel, een frame, noem maar op wat voor onderdelen. Daar worden fietsen natuurlijk van opgebouwd. Daarnaast krijgen we kleding voor renners binnen. We krijgen voeding voor renners binnen. En uiteindelijk gaat het dan natuurlijk naar wedstrijden. Dus het is eigenlijk vanaf een klein onderdeeltje tot aan een hele volle truck wat naar een wedstrijd gaat. Dat gebeurt hier in Deventer. Het is vooral eigenlijk als ze vragen hebben voor dingen van mag ik een bepaald onderdeeltje hebben? Er is iets aan mijn trainingsfiets kapot of ik wil voeding hebben. Dat soort contacten heb ik wel dagelijks met renners. Maar die zie ik hier niet dagelijks rondlopen. Voormalig kopman Tom Dumoulin maakte de overstap naar Jumbo-Visma. Maar dat is volgens Beckhuis prima opgevangen met andere renners en de daaraan gekoppelde nieuwe doelen. Maar hoe zien de komende maanden eruit voor het team? Want het wielrenseizoen begon voor Team Sunweb begin dit jaar in Australië. Dus daar heb je de eerste vliegraces. Nu beginnen de wedstrijden in Spanje, onderin in Frankrijk, dus die Europese. En vanaf volgende week, komende week, is dan de Belgische klassiekers die beginnen. Dus dat begint dan weer. Dan heb je natuurlijk, ga je straks weer richting de eerste grote ronde Giro. Ja, en dan ben je wel helemaal weer vertrokken. Dan is Giro, Tour, Vuelta. En dan zit het seizoen er snel weer op. We hebben hard gewerkt met z'n allen om een mooie start te maken aan het seizoen. We hebben al mooie teamkampen gehad in Kalpen. En we hebben al mooie resultaten neergezet in het nu nog verse seizoen. Dus wij zijn eigenlijk helemaal klaar voor om van 2020 een heel mooi seizoen te maken met z'n allen. Dus jullie zijn klaar voor het seizoen? Dat lijkt mij wel. We hebben de eerste overwinningen binnen, dus ik zou zeggen dat we er klaar voor zijn. Vanaf 4 maart kunt ook u een kijkje nemen bij Team Sunweb, want dan is het Experience Center ook voor publiek geopend.